duister waar wij wachten, zonder hoop, zonder licht, kwam u hier om ons te redden, niets dan liefde in uw blik. Om de wetten te vervullen, kwam Gods woord toen tot een maagd, vol een troon, vol grootse glorie. Enough.
I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. Geeft hij, genadig is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. De Heer zegent, beschermt jou, zijn nabijheid geeft hij. Genadig is hij, de Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. Amen, amen, amen.
zijn goedheid op jouw stralen. Meer dan 1000 generaties. Jouw familie en jouw kinderen. En hun kinderen en hun kinderen. Zijn nabijheid gaat voor jou uit. En komt na jou en is naast jou. En rondom jou, binnenin jou. Hij is met jou, hij is met jou. Goedemorgen gemeente. Hey, wat onwijs gaaf dat ik deze morgen met jullie een woord mag delen. Zo aan de start van een nieuw jaar. Ik ben ervan overtuigd dat 2022 een heel, heel, heel goed jaar gaat worden. En ik wil het vandaag met jullie hebben over wat spreek je uit over 2022? Welke woorden spreek jij over je leven? Allereerst wil ik kort kijken met jullie naar het leven van Jacob. Hoe hij opstond om zijn zoon Jozef toch nog in levende lijven te zien. Er waren jaren woorden van dood. De leugens in zijn leven hadden hem jaren ondergedompeld in rouw en verdriet. Woorden hadden hem jaren afgehouden van de bestemming. En afgehouden om op te staan in zijn nieuwe identiteit. En hij ging van Jacob, wat bedrieger betekent, zijn oude identiteit, zijn oude naam, naar Israël, prins, strijder met God. En laten we een stukje lezen uit Gods woord, daar wil ik mee starten. En dat gaan we doen in Genesis 45. Toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En toen bezweek zij haar hart, want hij geloofde hen niet.
Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagen zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg, 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 mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien, voordat ik sterf. Mooi tekst uit Genesis 45 voor Jacob. Maar de sleutel hierin is, aan welke woorden hecht je waarde en geloof? Jacob geloofde ze in eerste instantie niet. En er staat, zijn hart bezweek. Je zou kunnen zeggen, hij kreeg hartverzakking. Maar uiteindelijk, toen hij meer gehoord had en de woorden geloofde, zei hij, het is genoeg geweest. En hij stond op in zijn nieuwe identiteit, Israël. Laat het begin van 2022 ook voor jou persoonlijk het begin zijn waarin jij zegt, het is genoeg geweest. Ik stop met leven naar de leugens die ik zo lang geloofd heb. Ik stop met me te gedragen naar de leugens die mij al 20 of langer of korter gevangen houden en achtervolgen. Het is best apart en bijzonder dat je heel veel van vroeger vergeten bent. Maar dat een enkel woord of enkele woorden zo krachtig kan zijn of kunnen zijn. Dat blijven hangen. En je weet nog precies wie dat op welk moment tegen jou gezegd heeft. Misschien een leraar. Of je ouders. Of een vriend. Misschien zelfs mensen die al lang niet meer onder ons zijn. Maar het kan zijn dat we hun stem nog steeds van binnen horen. En we leven naar die woorden. En we gedragen ons naar die woorden. Weet je, leven naar woorden van dood zal je nooit op plek van overwinning brengen. Leven op woorden van anderen zullen je nooit op een plek van vervulling brengen. Leven op leugens zullen je nooit vrij maken, want alleen de waarheid maakt vrij. En dat is Gods woord. Woorden hebben net zoveel kracht als dat jij er geloof aan geeft. Woorden hebben de kracht om jou te maken of te breken. Woorden kunnen je opbeuren of neer laten buigen. Woorden kunnen je bekrachtigen of uit het veld laten slaan. Woorden kunnen leven of dood brengen. Dat is ook precies wat de Bijbel zegt in Spreuken. Spreuken 18. Dood en leven is in de macht van de tong. Bekende tekst. Daarom wil ik het deze morgen met jou hebben over welke woorden spreek jij over 2022? Welke woorden spreek jij over je leven? De Bijbel zegt hier dus dat het ontzettend belangrijk is wat we spreken. Hoe we spreken en wat we over ons leven uitspreken. En de woorden die jij spreekt geven vorm aan de wereld waarin je leeft. En woord mag je ook zien als zaad, hè? Een aantal maanden terug heb ik daar nog over gesproken, over het zaad en wat dat doet in je leven. Gods woord is ons geestelijke zaad. Wat wij op onze lippen nemen, geeft de doorslag, geeft de doorbraak. Als Gods woorden onze woorden zijn en de overhand nemen in ons leven, dan is dat wat ons voedt, wat ons leidt en wat ons de overwinning geeft. Spreken we de woorden uit die ooit over ons leven zijn uitgesproken en we zijn die gaan geloven en zich diep in ons hart hebben genesteld als onkruid, of spreken we de woorden die God over ons leven heeft gesproken? En hechten we daar geloof aan? Met dit ding, je tong, hebben wij dus de macht om leven of dood te spreken. Om goede dingen in ons leven te zaaien of slechte dingen. Om ons leven op te bouwen of af te breken. Dood en leven, hè, zegt de Bijbel. Ja, dat is nogal wat. Als jij me tegen dit had gezegd, als gewoon een quote op Facebook of tegeltjes waarheid, had ik gezegd, man, doe niet zo overdreven. Weet je, ik geloof wel dat woorden enige mate van kracht hebben. Maar de Bijbel zegt het en het staat er niet zomaar. Het staat echt niet zomaar in het woord van God. En wie heeft de wijsheid? Wie heeft de hoogste autoriteit in ons leven? In Spreuken daarvoor staat zelfs vers 20, Spreuken 18 vers 20, van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Wie hem lief heeft,
zal de vrucht ervan eten. Met andere woorden, we profeteren met onze mond eigenlijk wat we gaan zien in de toekomst. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen, zegt de Bijbel. Waar wij vandaag van verzadigd zijn in ons leven, is het resultaat van wat we eerder in ons leven hebben gezaaid. Kees Bot zegt altijd, je bent vandaag wat je gisteren hebt gegeten en gedacht. En je kan je misschien afvragen dan, hé, ja, wat is dan dood? Wat is dood? Wat is leven? Weet je, dood is alles wat we spreken, dat niet in diezelfde lijn is met wat God zegt. Een paar voorbeelden. Ik heb dit ook altijd. Bij mij zal het niets worden. Het zal nooit anders worden. Ik ben hier niet voor gemaakt. Weet je, het lijken hele onschuldige zinnetjes. Niemand ziet mij staan. Ik zal altijd alleen blijven. Ik wist wel dat het zo zou aflopen. Ik zal niet snel meer aan de bak komen, want ik ben al op leeftijd. Ik zal nooit oud worden. Ik hoor het sommige mensen echt zeggen. Je verbaast je erover. Spreek geen dood over je leven, maar woorden van leven. Spreek die uit. Weet je, je leven is alles wat wij spreken dat in lijn is met wat God zegt. Ik ben geliefd. Vandaag was niet mijn beste dag, maar God heeft meer voor mij klaar liggen, meer voor me in petto. Ik zal leven tot in lengte van dagen. Ik zal mijn kinderen zien opgroeien. Ik ben krachtig en sterk. En God zal voorzien in al mijn noden. Dood is een lijn spreken met tekort, ziekte, armoede, ellende. Maar leven is een lijn spreken met overvloed, liefde, vrede, gezondheid. Dood is gewoon verklaren wat de duivel wil. En dat is roven, stelen, vernietigen. Maar leven is verklaren wat Jezus voor ons heeft. En dat is leven in overvloed en in al zijn volheid, zegt de Bijbel. Jouw woorden zijn zo ontzettend krachtig dat er zelfs niet bestaat in deze wereld zonder woorden. Alles wat wij zien in deze fysieke wereld om ons heen is ontstaan vanuit de geestelijke wereld. Door woorden. En vanmorgen wil ik graag met jullie een reis maken door de Bijbel. Ik hoop dat je mee wil. Om te zien hoe krachtig het woord van God is. En dat ons in staat stelt om de woorden van leven te spreken. En we gaan beginnen in het midden van de Bijbel. We komen ook het begin en het einde. Dus zet je schrap, pak lekker je Bijbel of je app erbij. En we gaan naar Johannes. Johannes 1, vers 1. En je kent het wel. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Het woord. Het woord. En Johannes begint het evangelie. Eigenlijk om Jezus te introduceren als het woord. En dit is zo'n gedeelte in de Bijbel die je kan blijven lezen. Want dit is de oppervlakte. Je beseft dat er meer in zit, dat het dieper gaat, hoe meer je het leest. Maar in het begin was het woord. En het woord was er al voor het bestaan van de wereld. En Johannes zegt, zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord is de trigger van de schepper, van de creator van deze wereld. Nou, alle dingen die we zien, die zijn uit dat woord ontstaan. En daarmee uit Jezus, het levende woord. Hoe krachtig is dat? Vond ik een mooi begin om de reis mee te openen. En wil ik eigenlijk een sprong maken terug in de tijd. En we gaan naar het begin, naar Genesis 1. En eigenlijk staat daar precies hetzelfde. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was nu woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, hij sprak, laat er licht zijn. En er was licht. Hier zien we het ontstaan, het begin van de aarde. God de Vader had met het woord, met Jezus en de Heilige Geest besloten om, we gaan de aarde maken, we gaan de aarde scheppen.
En niet vanuit het niets, hè, maar vanuit de onzichtbare wereld waar het al werkelijkheid was. God, de Vader, die zag het al. Hij had het al in gedachten en de Heilige Geest van God zweefde over de zeeën en de oceanen, maar er gebeurde nog niets. En we weten niet hoe lang de Geest daar zweefde. Was het in ons begrip van tijd? Was het eeuwen? Was het jaren of dagen of uren? We weten het niet. Maar tot het moment dat God de Vader het woord sprak, laat er licht zijn. En toen was er licht. En de trigger voor het ontstaan van het licht was het woord. Weet je, hoe gaaf is het dat de Heilige Geest gewoon aan het wachten was op welk woord dat in overeenstemming met de Vader werd uitgesproken. Op welk woord als ware kon landen. Het was het uitgesproken woord wat maakte dat de Heilige Geest in beweging kwam. En dat woord de wereld tot stand bracht. En ik heb een vraag voor je vandaag, deze ochtend. Welke woorden geef jij de Heilige Geest om mee te werken, om op te landen? Welk woord geven wij de Heilige Geest om in ons leven te bouwen en te scheppen? Eén ding is zeker. Het werkt alleen met het woord van God gemixt met geloof. Jezus zegt ook, spreek tegen die berg en geloof dat zal gebeuren. Spreek en geloof. God schiep de hemel en de aarde door woorden, door het woord. En daarom is het belangrijk dat wij niet alleen maar denken over het woord, maar dat we beginnen te spreken. In lijn met het woord. Dan we het uitspreken. En dan zullen we dingen in ons leven gaan zien ontstaan. Want de Bijbel zegt, je zult verzadigd worden van de vrucht van je mond. Gaaf, hè? En vanaf Genesis gaan we weer een stap in de tijd maken. Nee, geen kleine stap dit keer. Nee, we gaan vanaf het begin naar het einde van de Bijbel. Met een kleine tussenstop. Naar Hebreeën. En ik had een vertaling van de Passion Translation en die vind ik erg leuk. Is in het Engels, heb ik vertaald in het Nederlands. En daar staat, door onze geschiedenis heen heeft God op veel manieren door zijn profeten tot onze voorouders gesproken. De openbaring die hij hen gaf was slechts één beeld per keer en bouwde de ene waarheid op de andere. Maar tot ons in deze laatste dagen spreekt God nu openlijk tot ons in de taal als naar een zoon, de aangestelde erfgenaam van alles. Want door hem schiep God het panorama van alle dingen en alle tijd. En de zoon is de verblindende uitstraling van Gods luister. De exacte uitdrukking van Gods ware aard, zijn spiegelbeeld. Hij houdt het universum bijeen en breidt het uit door de machtige kracht van zijn gesproken woord. Hij volbracht voor ons de volledige reiniging van zonde en nam plaats op de allerhoogste troon aan de rechterhand van de Almachtige. Ah, mooi tekst. Zoek hem eens erbij in de Passion als je Engels kan. Echt mooi. Maar door het woord, door Jezus, het levende woord is deze wereld gecreëerd. Door dit woord wordt het hele universum bij elkaar gehouden, zegt de Bijbel. En door het woord zal uiteindelijk de overwinning behaald worden. Over die duisternis. En er zal voor eens en voor altijd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Tussenstop hebben we gehad. We gaan door naar Openbaringen. Kijk met me mee. En dan zijn we bij het eind van de Bijbel. En dit gaat over de laatste strijd, de laatste battle. De laatste strijd van Jezus versus de duisternis. Laten we lezen. Openbaring 19. Zo'n mooi stuk, zo'n mooi Bijbelboek ook. Vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En in vers 16 staat, hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon, zoals de zon schijnt in haar kracht.
Ja, dit geeft zo'n mooi beeld, hè? Gods woord is als een scherp zwaard tegen dat wat tegen ons is. Gods woord is alsof je Jezus zelf en zijn overwinning verklaart over jouw situatie. Weet je, als je in geloof spreekt in lijn met Gods woord, geef je de Heilige Geest het woord in handen om te scheppen en te creëren. Om wat in de hemelse gewesten allang waarheid is, om dat vervolgens zichtbaar te maken in jouw werkelijkheid. En de duivel die probeert je altijd te intimideren met woorden. Hè? Zo werkt hij. Denk je werkelijk dat je eruit gaat komen? Als God er dan is, waarom heeft hij dit dan toegestaan? Waarom greep God niet in? Deze stemmen worden zo vaak op je afgevuurd, tot je uiteindelijk voor de druk begint te bezwijken en zelf de woorden in de mond neemt. En je spreekt weer dood. Mooi beeld daarvan. Goliath. Echt het beeld van duisternis. Zo zie ik het. Hij intimideerde het volk van God. Ook met die woorden. En laten we dat even lezen in 1 Samuel. Ik vind het een mooi stuk. 1 Samuel 17, 43. En de Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar me toe komt. En de Filistijn vervloekte David bij al zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen die Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. En ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost. Want de strijd is van de Heere. Hij zal het u in onze hand geven. Ja, man. Mooie strijd. Altijd interessant gevonden, David. Hij verklaart hier Gods waarheid over de duisternis. En hij spreekt tegen die intimidatie. Hij draait die woorden van Goliath letterlijk om met Gods woord. En hier komt het punt. David overwon Goliath in eerste instantie helemaal niet met die stenen en zijn slinger. Nee, met woorden. Het woord dat hij sprak creëerde de overwinning, schiep de overwinning. En hij sprak woorden van God uit over die situatie. En profeteerde wat er zou gaan gebeuren. David verslaat Goliath door de waarheid te spreken. En ernaar te handelen. En het onmogelijke gebeurt. En het wordt tijd, vind je niet, dat wij als gemeente, als land 2022 ingaan. Als zonen en dochters van de Allerhoogste. En beginnen met te profiteren over onze levens en de mensen om ons heen. Dat we zullen opstaan. Genoeg is genoeg. En je denkt misschien, hoe dan? Ik wil afsluiten met 3 korte tips om je mee te geven hoe je kan spreken als een zoon en een dochter van God. En de eerste is dit. Spreek vanuit de overwinning die al behaald is. We hoeven niet meer na te jagen, het is er al. Jezus heeft de prijs al betaald. De overwinning is al behaald. En daarvanuit mogen wij spreken. 2. Spreek vanuit de geestelijke realiteit. Spreek de onzichtbare waarheid uit in geloof. Niet met wat je met je ogen ziet, hè? Richt je op wat waarheid is. In het geestelijke. En begin dat te verklaren. 3. Spreek vanuit je rechtmatige positie. Want wanneer jij spreekt, spreek dan niet vanuit je gevoel of over hoe je naar jezelf denkt. Of hoe je naar jezelf kijkt. Maar vanuit je positie. Je bent een rechtvaardige. Je bent een erfgenaam. En als een erfgenaam krijg je alles wat iemand nalaat. En in Jezus zijn alle beloften ja en amen. In de Genesis zegt de Bijbel, de aarde was,
was woest en was leeg. Er lag een duisternis over de aarde. En misschien is jouw leven ook wel woest en ledig op dit moment. Misschien denk je, ja, dit is niet hoe ik het voor me had gezien. Ja, heel goed. Hoe had je dan verwacht? En begin dat te verklaren. Verklaar, ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Ik ben de gezegende. Ik ben de geliefde van God. Ik zal zegen zien op mijn werk. God zond zijn woord Jezus naar de aarde om mij te genezen. Ik zal verzadigd zijn tot in de lengte van dagen. Mijn jeugd zal zich vernieuwen als die van een arend. Zo spreekt de zoon en dochter van God. Die begint op te staan. Op te staan in die erfenis. En in bezit begint te nemen. En de woorden van geloof begint te spreken. Ik zal voorspoedig zijn. Mijn leven zal floreren. Ik zal doen waar ik voor geroepen ben. Ik ben gezegend. Ik ben een geliefd kind van God. Ik ben nu als Jezus op deze aarde. Ik ben sterk en gezond. Ik ben gezegend in Jezus op alle gebieden van mijn leven. En ik zal het zien. Wij zijn geroepen als kinderen van het licht om als zonen en dochters op te staan. En wanneer kwam het licht? Toen God sprak en het was er. En er komt ook licht wanneer wij spreken in de duisternis. Laten wij onze woorden gebruiken om te spreken zoals bijvoorbeeld zoals Jezus in het Onze Vader. Laat uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen. Anders gezegd, Jezus leert ons in het Onze Vader hoe wij moeten bidden. Danken voor wie hij is in eerste instantie. Hem eren. En vervolgens verklaren wat waarheid is. Zijn heerschappij. Zijn woord over jouw situatie. Laten we 2020 het jaar laten zijn van woorden van leven. Woorden vol van geloof. En wat God aan het doen is in je leven. Of wat je gaat zien gebeuren. Verklaar elke dag woorden van leven. Doe het als je opstaat, als je voor de spiegel staat. Voordat je in de auto zit, onderweg naar je werk. Begin te verklaren, dit is een goede dag. Want God is voor mij. Hij zal deuren openen en goddelijke connecties brengen. Ik ben gezegend als ik binnenkom en ik ben gezegend als ik wegga. Hij zal mijn schuren doen overlopen. En ik zal wijsheid ontvangen op het juiste moment. Ik zal succesvol zijn. Ik kan alles doen door hem die mij kracht geeft. Ik ben meer dan overwinnaar. Amen. Halleluja. Super. Weet je, misschien kijk je wel nu op dit moment, deze ochtend, en denk je, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook weten dat God met mij is. Ik wil ook een relatie met die Vader in de hemel waar je net over spreekt. Weet je, die God is er ook voor jou. En ik wil je vanmorgen helpen om die eerste stap daar naartoe te maken. Het ook over spreken. De Bijbel zegt, wie met zijn mond belijdt, wie spreekt, en in zijn hart gelooft, die zal eeuwig leven hebben. En die zal gered zijn. Weet je, en als jij dit bent en je zegt vanmorgen, het is genoeg. Genoeg is genoeg. Ik heb te lang geleefd zonder God. Ik heb het te lang alleen geprobeerd. En het gaat niet. Dan is vandaag jouw dag om het om te draaien. En te beginnen aan de beste reis die je ooit kunt maken. En als jij dat bent, wil ik je vragen om de volgende woorden met me mee te bidden. En als je met meerdere mensen thuis kijkt, bid het allemaal hardop uit. Spreek het allemaal hardop samen uit. Ben je er klaar voor? Laten we bidden. Vader, vandaag geef ik u mijn leven. Het is genoeg geweest. Genoeg. Genoeg is genoeg. En ik verlang naar een relatie met u. Heer, ik zet mijn hart open voor u.
En ik vraag u, Vader, kom in mijn leven vandaag. Jezus, dank u dat u voor mij gestorven bent. En opgestaan bent. Dat ik daardoor vergeven ben voor al mijn zonden. Van gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dank u dat u mij nu een kind van God heeft gemaakt. Dat ik mag weten dat ik gered ben. En eeuwig leven heb met u. Amen, amen, amen.